Jongen, jongen, wat een weer. Het is geen regen meer, het is een waterval. Natuurlijk weer stuurde geen hol te straat op. Ik noem het maar weer pech hebben vandaag, hoor. Zou ik eindelijk na al die lange maanden Saar weer eens in mijn armen kunnen sluiten. Weer eens een lekker bakje koffie kunnen drinken. Weer eens een lekker koekje kunnen eten. Nou, kijk even, is het zulk vreselijk weer. Kan ik toch niet naar buiten gaan? Ja, kan wel. Ik heb er ook geen zin in om me zo nat te laten regenen. Nou, ik vind het mijn pech hebben, hoor. Ik voel het alweer, ik kom mijn hooibergje weer niet uit vandaag. En had ik nou nog maar een knap pleurepluutje, dan zou ik zeggen, ja, hier wel, dit is alles wat ik heb. Dit is toch geen plu? Dit ding is zo lekker als een safe. Een safe plu is het. Of een paar is safe. Ja, nou, ik had je eigenlijk zo in de vorder moeten gooien, weet je dat? Maar omdat ik een heer ben en graag een paar de plu wil dragen, hou ik je nog een tijdje. Maar voor mij, een gammele vriend. Ja, met jou praat ik helemaal niet meer. Jij hebt me zo verschrikkelijk in de steek gelaten. Mm. Ik maak het op de kietel, er zit een gat in mijn zool. Dat er niet mee op stap. Ja, met jou gaat. Jij bent braaf. Dat gaat tenminste nog een beetje. Maar dat, een en al ellende. Dat is een weer. Het blijft gieten ook. Eet roost, mijn handen hoef ik niet meer te wassen. Het ziet er niet naar uit. Dit is vandaag nog opknapt. Nee, Saar, het spijt me. Ik kan niet naar je toe vandaag. Misschien morgen. Of overmorgen. Anders kom ik van de winter. Ik kan het ook niet. Ik kom even tukken. Eerst maar eens even liggen, want dat is zo vol. Staat zo naar. Oh, wat een vreselijk weer. Oh, het is dus niet gewoon. Zo. Voordat die uitgaat. Zo. Ja, die brandt lekker. Prullenbak weg. En dan nog aardappelen schillen. Komt voor elkaar. Meneer, wat ziet u eruit? Het lijkt wel of u in het water gelegen hebt. Het lijkt er ook veel op, Saartje. Het water valt met bak uit de hemel. Ja, meneer. Huh? Wat een weer. Wat gaat u gauw in de keuken? De fornuis brandt heerlijk. Okay. Ik zet de prullenbak even weg. Ja, meneer. Goed, Saartje. U had wel een verkoudheid op uw hals kunnen halen. Ik zeg nog zo, neemt u paraplu mee. Dom van me dat ik je raad niet heb opgevolgd, Saartje. Maar ik heb zo'n gruwelijke hekel aan zo'n ding, hè? Ja, het is hier heerlijk warm, Saartje. Nee, gaat u bij de kachel zitten. Dan droogt u veel vlugger op. Oh, nee, alsjeblieft niet veel te dicht bij het vuur. En wat heb je nou, een opgedroogde burgemeester, Saartje? Ja. Saartje, de tafel is zo leeg. Wat bedoelt meneer?
Als er nou eens een heerlijk geurig vers kopje koffie op stond. Kijk eens, meneer. Het water staat erop, de koffiepot staat al klaar. Nog even geduld, meneer. Lieve mensen, wat ben ik nat. Ja, wat een vreselijk weer, meneer. Moet u eens horen. Tja, wat een weer, hè. Dat is toch om geen hond eruit te sturen. Geen hond en geen kat, Saartje. En al die arme mensen. Die voor hun beroep de hele dag op straat moeten zijn. Ja, die geen dak boven hun hoofd hebben. Geen dak boven het hoofd. Hè? Kom, kom nou, Saartje. Wie heeft er nou tegenwoordig geen dak boven het hoofd? Wat heb je opeens? Je kijkt zo treurig. Ik denk aan Swiebertje, meneer. Aan Swiebert, hoezo? Nou, die heeft geen dak boven zijn hoofd. En niemand denkt aan hem. Behalve jij dan, Saartje. Ja, maar daar heeft hij ook niet veel aan. Maar dat is waar ook, meneer. Dat heb ik helemaal vergeten te vertellen. Ik was gisteren bij Malle Piet. Ja. Bij Piet van Dijk, hè. Maar die heeft het weer gehoord van voorman Bol. Dat Swiebertje op weg was hier naar het dorp. Oh, mooi. Daar komt onze zwerversman vandaag of morgen wel weer eens een keer opduiken, Saartje. Ik hoop vandaag, meneer. Wie weet, kun jij je vriendje weer eens heerlijk verwennen. Ja, meneer. En nou dacht ik... Ja, wat dacht je, Saartje? Nou ja, zou u... Nou, wat zou ik? Zou u nou de veldwachter niet kunnen vragen als die straks komt, hè? Of hij naar Swiebertje uitkijkt en vraagt of hij weer gauw hier komt? Ja. Misschien heeft u zelfs nog wel een karweitje voor hem. Een karweitje? Gemeentesecretaris bijvoorbeeld, of wethouder voor publieke werken. Doe nou niet zo flauw, meneer. U weet best wat ik bedoel. Nee, een werkje waar hij zich nuttig mee kan maken. Nou ja, bijvoorbeeld... Ja, een nuttig werkje. Ja, dan verdient hij meteen zijn kostje ook. Nuttig werkje, Saartje, nuttig werkje. Ja. In de tuin misschien. Ja. Oh, nee, dat kan echt niet met dit weer. Nou, maar het tuinameubelement... Kan hij weer in de tuin zijn? Nee. U zei zelf laatst nog dat het zo, Nou begrijp ik je. Ik zei dat het er zo verveloos uitzag. Ja, meneer. En dan zou Swiebertje toch best kunnen afschuren en een verfje geven? Goed, Saartje. Zodra onze zwerversman weer komt opduiken, mag jij hem die opdracht geven. Tevreden? Fijn, meneer. Kijk eens. Koffiewater kookt ook. Ja, en nou een kopje koffie, want dan zit ik gewoon aan te snakken. Ja, meneer. Het regent nog wel, maar daar wordt het lichter en daar is het weer donkerder. Maar het houdt op met zachtjes regenen. Zou ik het er toch proberen? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik wat trek heb met een bakje koffie. Dat toch even op weg aan de Saar. Ik doe het. Dan ga jij met me mee. Tenminste, hè, als je aardig tegen me bent en braaf en met een klein beetje beschermd. Niet helemaal, maar een klein beetje. Hè, tussen de gaten kan het net lekker droog blijven. En als jij dan ook je best doet, en een beetje braaf, en een beetje beschermd van onderen, dan zit ik tenminste goed. Dan kom ik niet toe helemaal. Drijf naar dan. Doen we? Ja? Samen afgesproken. Daar gaat hij dan. Oeh. Ah. Nog eens lekker verbouwen. Hé. Hey. Hupsakee. Op. Nee. Juf. Ja. Daar begint het al. Vreselijk weer. Goed, zit hem op. Zit hem op. Dag, Edelag, waar? Dag, juffrouw Saartje. Jij komt als geroepen, veldwachter. Dag, Saartje en ik hebben juist over jou gesproken. Ja, veldwachter, meneer en ik hebben over jou geroddeld. Geroddeld? Ja. Over mij, juffrouw Saartje. Dat zie je eruit. Je lijkt meneer wel. Ja. Je hebt er ook zo nat laten regenen. Ja, juffrouw Saartje, maar meneer die hoeft niet. Voor mij is het een dure plichtje, Saartje. Dat is heel juist, veldwachter. Hoe natter, hoe beter. Een veldwachter staat voor niets, Saartje. Ga zitten, veldwachter. Krijg je een kop koffie. Zit hier, Saartje. Ja. Dan wordt die prachtige stoel, die wordt kletsnat. Oh, die kan er heus wel tegen, hoor. Wat doet meneer? In elk geval beter dan ik, Saartje. Kijk eens, veldwachter. Lekker kop koffie. Oh, graag, juffrouw Saartje. Dat zal je goed doen, hè? Dank u wel, hoor. Zo, nog iets te rapporteren, veldwachter? Nee, meneer. Nee, helemaal niet. Of ja, toch? Het regent dat het giet buiten, meneer. Ja, ik dacht dat ik dat al wist, maar toch fijn dat je het ons even komt vertellen. En in deze gezellige keuken zou je het bijna weer vergeten. Ja, Saartje, schenk mij ook nog maar een keertje. Ja, meneer. Zo. Nog iets van uw orders, edelachtbare? Nee. Ja, dank u wel. Ja, toch iets. Ja, meneer. Nou, als het dan maar schrijfwerk is. Ja, en dat komt, meneer, ik bedoel met de weersomstandigheden buiten. Schrijfwerk? Ja, meneer. Nee, ik wou jou iets heel anders vragen, veldwachter. Meneer beveelt en ik gehoorzaam. Onze veldwachter is toch maar een grapje. Ach, ja. meneer. Alles op zijn tijd. Ja, nou, ter zake. Saartje hoorde gisteren bij Van Dijk dat Swieber weer op weg is naar ons dorp. Wat? Vind je dat niet enig, veldwachter?
Ja, juffer Saartje. Enig. En Saartjes hart smelt van meelij voor die zwerver. En ik heb een opdracht voor hem, veldwachter. Dus dat jij je koffie op hebt, informeer nader bij Van Dijk. Misschien weet hij iets meer. Zoek Zwieber op en breng me zo mogelijk hier. Meent u dat nou, meneer? Je meende, waarom zou ik dat niet menen, veldwachter? Nou, ik ben al zo nat, meneer. Natter kan het niet. Natter kan niet, dat zei je al. Dus ik kan op jou rekenen. Ik dacht, meneer, dat... Dat plicht voor alles gaat. Hè? Je bent een kraan van een kerel, veldwachter. Zo, ik hoop je spoedig terug te zien met Zwieber. Sorry, hoor. Bij de lachbare. Arme ziel. Veldwachter, neem een paar koekjes mee. Nou, eentje dan, je versaatje. Zie je nou? Een veldwachter, hè, je versaatje. Je kan overal voorop draaien. Ja. Ik ben in mijn zak steken, buiten regent het dat het giet. Dag, veldwachter. Huh? Oh ja. Dag, je versaatje. Oh. Arme ziel. Ik ben toch blij dat hij het doet. Als je Supertje nou maar gauw vindt. Zo. Zolang je kan opvertellen, gaat het nog. Maar het is allemaal voor de belasting, tegen jou gezegd. Ja, daar zoegen we en daar zweten we maar voor, Jaco. Ja. Ik had eigenlijk nog met het karretje erop uit moeten gaan om een paar spolletjes weg te brengen. Maar het deed weer. Die veldwachter. Jongen, jongen, heb je zwemles genomen? Zwemles genomen? Je lijkt wel een verzopen kater. Moet je dat zien, Jaco? Niks te Jij met je verzopen kater. Nou. Je moet een beetje op je woorden passen, Van Dijk. Je spreekt altijd nog tegen de veldwachter. Ja, rustig, rustig, veldwachter. Bluswater genoeg buiten. Ja, ja. Oh, wacht even, dat is onherbiedig als ik sta te lachen. Nou, vertel eens op. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Weet jij misschien waar die zwerver uithangt? Zwerver? Zwiebertje bedoel je? Ja, die mooie kameraad van jou. Ja. Wie anders? Huh? Ja, ja, ja. Waar die uithangt bedoel je? Ja, dat vroeg ik je. Ja. Ja. Heb je hem nog gezien? Nou, dat is te zeggen. Nou, ik draai er nou niet omheen alsjeblieft en vertel. Hup. Een maand of vier geleden, ja. Een maand of vier, man, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, heb je hem kort geleden nog gezien? Nee, net wat ik zeg. Precies 4 maanden geleden. Oh. Ja. Dus dan weet je niet waar die nu uithangt natuurlijk, hè? Nee, nee. Nee. Ja, dat wil zeggen. Voerman Bal vertelde me gisteren ja? dat hij hem nog gezien had in de buurt van de Looidijk. Hij is op weg hier naar het dorp. Oh, wacht even. Ja, in de buurt van Markedam. Ja, ja, dat ken ik, dat ken ik. Als je nou hierheen gaat... Ja, 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 dat weet ik allemaal, man. Oh. Zeg... Was het dan 's morgens of was dat 's middags dat hij hem gezien heeft? Nou, ik dacht dat hij zei 's morgens, heel vroeg. Oh ja? Ja. Nou, dan kan hij nou niet ver af mee wezen. Nee. Nee, dat is zo. Jongen, jongen. Ja. Wat dan meer, zeg. Ja, regen. Neem me niet kwalijk. Nou, ik heb hem nog niet gezien. Leuk, hè? Nee. Heb jij hem nog niet gezien? Nee. Ach, was ga jij met die nare grapjes van Jan, alsjeblieft. Oh, vreselijk. Oh. Jongen, jongen. Zeker met zijn verkeerde been het bed uitgestapt, Jaco. Het is niet te hopen dat Zwiebert hem tegen het lijf loopt. Maar dan binnen de rapen gaat, hoor. Nou. Wat een noodweer. En ik heb nog zo tegen je gezin dat je braaf moet blijven. Dan laat je toch al het water erdoor. Een hele natte sokje. Uur. Ho, 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 ho. Nou heb ik je eindelijk gevonden, mannetje. En dan probeer jij weer de benen te nemen. Dat zou je niet lukken, hoor. Laat me los, Norris. Laat me allemaal los. Ik heb niets gedaan. Je hebt nooit wat gedaan, hè? Nee. Maar je gaat wel met me mee. Nee, nee. Ik ga heen waarheen ik wil. En jij hebt er niks mee te maken. Nee, als ik eenmaal gevonden heb, dan laat je niet meer los. Je gaat ogenblikkelijk met me mee. Ja, ja. Dat had je gedacht. Maar dan weet je nog niet wie ik ben, hè? Nee. Ik blijf hier en ik ga niet met je mee. En je hebt met je vinger van me af te blijven. Zo. Ja. In naam van de edelachtbare heer de burgemeester, mee zeg. Oké, goed, goed. Ik ga mee, omdat ik het zo vreselijk vriendelijk vraag.
maar dan wel een beetje vriendelijk zijn tegen Zwiebertje, hè? Vlieg toch op, rare kwast dat je bent. Goed, ik vlieg op. Oh, hey, kom hier, zeg ik, staan blijven. Ja, staan blijven, ja, zeker. Dan vertellen, daar blijven we één ding over. En dat is mijn zwaard te trekken. Oh, zo mannetje, als je nou, dat zal ik je betaald zetten, vooruit. 1, 2, ik ben dat toch, hé, daar zo, heb je dat? Ja, oud. Weet je wat jij bent? Je bent een vervelende, miserige, nare treiteraar. Je bent een vervelende snor met een ontiegelijke, vervelende venteren. Je bent een held op sokken. Je bent... Oh, als ik wou zeggen wat ik eigenlijk in mijn gedachten had, dan zou ik zelf niet eens luisteren naar wat ik zou willen zeggen. Ja. Begrijp je dat? Ik knijp niet zo hard, man. Oh, ja, zeker, hè? Mijn andere arme onschuldige mannetjes omsluiten. Maar als er echt dief en boeventuig in de buurt is, dan ga je te loop. Wat zeg je daar? Als ik jou maar zo op mijn grote kop maar eens een beetje dicht houden, begrijp je dat? Als ik dat rapporteer, mannetje, dan ga je voor minstens 2 maanden gevangenis in wegens het beledigen van het openbare gezag, begrijp je dat? Oh ja? Ja. Ik zou je dat anders vertellen, ze moeten hier op sterk water zitten. Zo. Regenwater, dat helpt niet. Nee, sterk water. Ja. Nee, man, dat ben je nat, vies, moe. Weet je wat jij doet? Als je thuis komt, moet je meteen op de strijkplank gaan liggen. Dan heeft Cordelia vanavond haar handen vol aan je. Ach man, hou je kop toch. Ik ben de confiëut niet. Nee, was dat maar waardig ongelukkig. Ga eens lekker op los timmeren, mannetje. Ja. Wat is dat voor een minderwaardige doel, veldwachter? Kunt u die arme man niet wat vriendelijker behandelen? Ach, dame. Ja, dat is waar, hoor. Maar hij heeft me vastgepakt en ik heb niet eens gedaan. Ik ben onschuldig. Ik ben niet bezig aan het uitoefenen van mijn plicht. Ongepast, veldwachter. Als die man onschuldig is, heeft u hem los te laten. Samen de woorden uit de mond. Dank u wel, vrouw. Ach, jij. Hou je brutale mond dicht, jij. Misschien mag u hier lopen. Misschien heeft u daar het recht toe. Maar u heeft helemaal het recht niet om zich met mijn zaken te bemoeien. Zo, en jij niet met de mijne. Die zit. Oh. Ik zou maar eens een toontje lager zingen, veldwachter. Ik hou er niet van om afgesnauwd te worden. Zo, ik ook niet. Had je dat gezegd wezen? Oh ja. Ik heb u er net gezegd, het komt er nou van, hè? Al die brutale woorden van hem. Omdat u zich met mijn zaken bemoeit. Nou, ik zou maar eens een beetje oppassen, veldwachter. Laat die man los, dat raad ik u aan. Anders zou ik eens mijn tante kunnen waarschuwen. Uw tante. Nou, uw tante of uw grootje, dat laat me steenkoud, begrijpt u dat? Ja, dit zijn mijn zaken. En mijn zaken gaan u en uw tante en uw grootje wie nog meer niks aan. Heeft u dat goed begrepen? Oh ja, en weet u dan wel wie mijn tante is? Ja, van mijn part is het de tante van Prikkenbeen of de moeder van Prikkenbeen of de vrouw van Prikkenbeen. Daar hebben we allemaal niks mee te maken. En nou, maak dat u wegkomt, kan ik die zwerf wegleggen. Natuurlijk, alleen u vergist zich. Waarom? Mijn tante is toevallig niet de vrouw van Prikkenbeen. Maar de barones van Troetelaar tot Stoephaspel. Van het kasteel? Oh, als u die eenvoudige buitenplaats een kasteel wilt noemen, ja, meneer de veldwachter. Nou, ik zou... Pak nou je borst me nat, Brom. Het regent niet alleen, maar dan gaat het nog stormen ook. Ja, maar dan dame, dan bent u. Ik ben een dame, dat is waar, dat ziet u goed. En ik zou die man maar loslaten, meneer. Ja, maar dat is mijn opdracht, ziet u. Opdracht is opdracht. Ja, dat heb ik meer voor. Een arme onschuldige man in te rekenen, dat kunt u. Nee, hij moet naar de burgemeester. Zet dat maar uit uw hoofd, veldwachter. Uw naam? Nee, zet hem een Zwiebertje. Zwiebertje gaat met mij mee. Wat? Ik zei, Zwiebertje gaat met mij mee, dat is toch duidelijk, niet? Ja, dat is toch duidelijk, niet hoop ik. Hè? Je hoort wat deze lieve dame zegt en ik zal maar gauw doen wat ze zegt. Bovendien, moet ik eerlijk zeggen, de barones is de schoonzuster van de edelachtbare heer de burgemeester. Vergeet het niet. Ja, schijn op de huid. Dat kan niet horen, dat mag niet. Ik heb een opdracht. Vergeet uw opdracht maar, veldwachter. Kom, Zwiebertje, gaan. Goed verhalen. Adieu. Dat is mag, Wigbert. Dat mag niet, dat kan niet. Je blijft hierin gaan met mij mee. Hé, red hem uit de handen van deze woeste kerel. Anders ben ik verloren. Ik kan je van hier, joh. Joehoe. Gaat u mee, vrouwen? Ja, dat kan niet. Dat mag niet. Ik heb opdracht. Dat kan niet. Ik heb opdracht om jou bij de burgemeester te brengen. En ik zal je bij de burgemeester brengen. Oh, ze zwaait wat. Vrouwen. Ah, Jacobus. Ja, je kijkt misschien een beetje vreemd op, hè. Dit is Zwiebertje.
Zwiebertje met de we. De we van, met de we. Neem me niet kwalijk, Zwiebertje. Jacobus, dit is Jacobus, onze huisknecht, Zwiebertje. Dag Jaap. Hij zal zorgen dat je iets warms te drinken krijgt. Maak het je gemakkelijk? Neem een stoel. Jacobus, laat jij dus iets warms voor meneer maken? Hij kan hier in de hal op me wachten. Oh ja, is mijn tante boven? Nee, freule. Mevrouw de baronesse is in de salon. Dank je, Jacobus. Tot zo dadelijk. Heel goed geluid. Heel goed. Vind je dat een ding? Met de schoenen. Met de sokken. Niemand die je man pakt. Ho! Staan blijven. Staan we in de baronis, had ik zitten kon. Meneer is veel te nat voor zo'n mooie bank. Ik zal een krant voor meneer halen. Nee, dank u wel. Ik hoef geen krant. Ik lees nou de krant, want er staat alleen maar slechtigheid in. Meneer moet er niet aan lezen. Meneer moet er alleen maar op gaan zitten. Ik gebruik de adeldaarse kranten voor. Dat is ook een rare gewoonte. En dan die huisknecht, dan is ook net de generaal. En dan die stem van iemand. Als hij niet in de... Ik zal je... Waar ik nou in terechtgekomen ben, dat hou je ook niet voor mogelijk. Een barones die dwars door de hal heen stuift. Wat een rare gewoonte. Ze zeker een krakertje spelen. Daar begrijp ik niks van. Nou ja, dat zou ik zwaar nooit zien doen. Bij ons in de keukens. Alsjeblieft, uw zetel is gereed, meneer. Meneer. En doe me nou een plezier eens, ga nu eens even uit met dit gemeneer, want dan word ik zo zenuwachtig van, zeg maar gewoon een zwiepje. Dan voel ik me tenminste thuis. Hé, ik zit. Hang eens op. Over! Kom maar eens hier. Weet jij misschien ook waar de vreule aan het uithangen is? Ik ben geen obermanneer en een freule hangt niet laat staan ergens uit. Zij is in conferentie met mevrouw de baronesse. Ach, ze doet me nou een plezier. Ik zag de baronet net nu de hal instuiven. Een barones stuift niet, meneer. Een barones schrijft. Niet waar? Ik zag het zelf, ze stoof. Een barones stuift nooit. Nou, dan zie ik ze zeker vliegen. Daar ziet meneer wel naar uit. Dit. Ik zal meneer niet tegenspreken. Hier. Daar stoof ze weer. Pardon? Niet meer de baronis. Die kijk, schijn het toch eens uit met je pardon. Ik zat er zelf door de treuning van de lab. De leuning van de trap te turen. Door de leuning van de trap? Ja, de baronis kijkt door de leuning van de trap. Ja, ik begrijp het. Meneer ziet ze waarschijnlijk voortdurend vliegen. Ik zal een glaasje water en een aspirine voor meneer halen. Dan komt meneer wel tot rust. Dan kom ik tot rust. Die kakadoris die denkt dat ik zie zien vliegen. Die vrijheid is zelf zo getikt, dus ik weet niet wat. Vandaar dat pak wat hij aan hem. Het is net generaal Napoleon de Bonaparte. Ja, mijn lieve nicht, ik vind het een precaire kwestie. Zo'n wildvreemde man, opgebracht door een veldwachter. En jij mengt je erin. Jij neemt het voor die vreemde op. Jij ontvoert een arrestant en brengt hem hier in mijn huis. Nee, kindje, je hebt je hand in een wespennest gestoken. Heus, tante, die man had niets gedaan. Wordt zomaar opgepakt. Tante, goed, het mag dan een zwerver zijn. Maar zo'n mens heeft toch ook recht op een eerlijke, menslievende behandeling? Nou, laat hem dan een boterham geven en stuur hem dan weg. Dat is mijn standpunt. Nee, tantetje, dat mogen we niet doen. Dit is een fatsoenlijke kerel. We zullen hem moeten beschermen, zolang als dat nodig is. Zo, hoe weet je dat? Oh, tante, dat voel ik. Het is een eerlijk mens. Je kunt het aan zijn oogopslag zien. Tja, maar er komen moeilijkheden van, Nicolien. Je maakt het me erg moeilijk. Je weet, ik hou van goed doen. Ik vind goed doen iets verrukkelijks. Maar alles heeft zijn grenzen. Zomaar een wilde zwerver in huis halen. Ha, er zwerft al genoeg raar volk langs de wegen. Nee, daar stel ik mijn huis niet voor open. Voor raar volk niet. Akkoord, tantetje. Maar dit is een doodgoeie arme kerel die geen mens kwaad doet.
heus, tante. Zet uw goede hart open. Die kerel moet geholpen worden. Nou, en met dit noodweer kunnen we hem toch ook weer niet zomaar de straat opjagen. Dat vindt u toch eigenlijk ook, hè, tante? Ja, maar er komen moeilijkheden van, Nicolien. Tante, een barones van troetelaar tot stoethaspel laat zich door geen moeilijkheden uit het veld slaan. Integendeel, dat hebben u en oom nog nooit gedaan. Ja. En uw menslievendheid is bekend. Ja, als het je zo stelt, Nicolientje, ja, dan moet ik je gelijk geven. Ons geslacht heeft door de eeuwen heen alle moeilijkheden getrotseerd en overwonnen. Goed, breng die man hier. Tante, ik wil hem spreken. Ik wist het wel. U bent een schat. Ik ga hem meteen halen. Ah, waar heb je hem gezet? Hij wacht in de hal. Ik ben zo terug. Ik moet geen slikje en geen slokkie. Je moet niet zo zeuren. Nou moet jij eens. Ja, maar laat het. Jacobus, wat mankeert jou? Mij, freule. Deze heer misdroeg zich. Hij gooide een glas water over mijn livraai. Mijn livraai! Er is geen sprake van een livraai! Dat is niet waar. Hij begon. Ja. Hij heeft me gedreigd met een glas water en een natje sprintje. Mijn livraai. Nou maar mee. Ja, niet zomaar. Schande voor het huis. Maar ik zal het keeltje nog verkrijgen. Zo. Dus jij bent de man over wie Nicolien me gesproken heeft. Waarom sta je mij zo aan? Ja, je bent niet zo jong als ik dacht. Ik zie je nou niet zo pijlsnel door de hal stuiven. Stuiven? Hij is nog een beetje in de war, tante. Al die opwinding van vanmorgen ook, hè, zwiebertje? Ja, juffrouw. Ach, je moet geen juffrouw tegen haar zeggen, man. Je moet hem met freulen aanspreken. Ja, doe nou, tante. Altijd de vorm in acht nemen, Nicolien. Je weet, daar ben ik op gesteld. Ja, freule. Nee, mij moet je met mevrouw de barones aanspreken. Ja, mevrouw de barones. Zwiebertje, ga zitten. Ja, dank je. Nee. Nicolien, je ziet toch dat meneer zijn kostuum kletsnat ja, is? Ja, geef hem die maar. Geef hem die, waar? Oh, daar. Oh, pardon. Alsjeblieft, Zwiebertje. Oh. Dank u zeer. Zo, en als jij weer... Krukje stond verkeerd, mevrouw. Neem me kwalijk. Ja, Nicolien, als jij nu even de kamer uitgaat, ik wil onze man graag even alleen spreken. Maar tante, ik... Oh, maar mag u zich over mij maar niet ongerust, hoor. Ik zit hier erg goed en ik kan het erg goed met mevrouw vinden. Ik ben ook niet bang voor mevrouw, want ik heb voor nu geen angst te duchten, hè, mevrouw. Zwiebertje toch? Ja. Oh. Ja, zei ik iets verkeerd dan? Ik ben echt niet bang voor mevrouw. Nee, dat hangt goed af. Al goed, al goed. Ga nu maar, Nicolien. Ja, tante. Zwiebertje, zal ik die paraplu dan maar even meenemen? Hé, hey, oh, mijn paraplu, ja. Ja, ik zet hem al in de hal. Ja. Netjes gedragen, hoor. Ja, ik moet niks gedragen, hoor. Zo. Dus jij bent Zwiebertje? Om je te dienen, mevrouw. En, je hebt een moeilijk leven, man. Moeilijk? Nou, nee, dat... Zou ik niet direct willen zeggen, moeilijk. Ik heb soms moeilijke ogenblikken. Moeilijke ogenblikken? Ja. Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel ik dat? Heeft u broms nog wel eens achter u aangehad? Dat is echt geen pretje, mevrouw de barones. Daar kan ik over mee praten. Oh. Maar haal jij dan nooit eens een streekje uit? Wat zeg u? Of je nooit eens een streekje uithaalt? Streekjes haal ik nooit uit, mevrouw. Nee. Zo, en waarom zit de veldwachter dan achter jou aan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een vreemde gewoonte van hem. Ik bedoel, dat doet hem plezier. Dat, zomaar, daarom. Ach, kom, je wil me toch niet wijsmaken dat jij niets uitvoert en dat de veldwachter je toch achterna zit? Ja, dat weet ik ook niet, mevrouw. Ik bedoel, ik voer nooit iets uit. Toch zit hij me altijd achterna. Ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig. Ja, dan heb jij een droevig leven, man. Ja, dat kan, mevrouw. Ik maak wat ik ervan maken kan. Maar als ik u zo hoor praten... Ik medelijden met mezelf. Kijk eens, man. Ik hou van goed doen. Ja. Ik vind goed doen iets heerlijks. Maar ik vraag mezelf ook altijd af... is hij of zij wel de moeite waard dat ik hem of haar goed doe? Ja, als u het over bronzen hebt, dan zeg ik nee. Nee, mevrouw, niet doen. Dat is geld weggesmeten. Dat is zonde. Dan mag u geen zo aan verspillen. Nee, dat is niet... We hebben het hier over jou. Dan kan u uw gang gaan. Nee, dat hoef je op geen cent te kijken. Dan gaat u maar rustig in gang, mevrouw, hoor.
Dat is allemaal goed. Nee, ik wist onmiddellijk dat ik het goed met u zou kunnen vinden, mevrouw. Dat zag ik op het eerste gezicht. Ja, zeg, wat zijn dat voor manieren vooruit? Ga zitten of... Ga zitten. Nee, ga liever maar de kamer uit. De kamer. Wacht in de hal op me. Ik wacht in de hal. En vraag van Nicolien of ze even bij me wil komen. Ja. Tot ziens. Ja, mijn krukje. Tot ziens. Mijn krukje. Mijn krukje. Tot ziens. Hartelijk dank voor het babbeltje. En tot, tot ziens. Pardon, tot ziens. Ja. Geen onaardig ventje. Tikje onbeholpen. Maar wat kan zo'n mannetje gecompliceerd doen? Tja. Toch maar eens bij mijn zwager naar hem informeren. En ga nou maar naar de vrouwen, zei ze. Ja. Zoek de vrouw nou eens in zo'n huis, in zo'n kasteel. Deuren, deuren, daar een deur, achter een deur, zij een deur. Ja, kan ik boven ook gaan zoeken. Nee, heb ik. Oh, heb ik zo weinig zin in. Om bovenop de trap te zoeken. Oeh. Dat is ook een handige manier. Hallo. Lekker leukie. Hier, moet jij even weg? Niet erg? Nee. Zit ik jou even weg? Hé! Zo. Dat kan niet. Hier. Op de grond, zeg ik hem. Val ik mijn rempeltje over het drempeltje? Zo, daar moet ik. 1, 2. Vier gebouwen. Wie zou dat kunnen wezen? Waar is mijn been? Kom. Ah, meneer de veldwachter. De baronet spreken. Arresteren. Arresteren? Daar heb ik... Ga op zijn lukpand dat ik daar ben. Dat mag ik moeilijk hebben. Maak dat je wegkomt, geweldenaar. Voort, Jacobus. Gooi dat heerschap de deur uit, alsjeblieft. U hoort wat de vrouw zegt. Eruit! Zal ik haar vrouw? Hé, hey, ik ben het gezag! Zwiebeltje, je hoeft niet bang te zijn, hoor. Nee. Nee. Wij zorgen wel dat die geweldenaar jou niet te pakken krijgt. Oh, vrouwen, als ik u niet had... Ik waarschuw jou. Ga weg, kerel. Zwiebeltje. Ja. Zwiebeltje, je hoeft niet bang. Hoor je me? Hey. Ja, hè? Ja. Je hoort me. Oh, Zwiebertje, wij zorgen wel dat hij niet te pakken krijgt. Wees maar niet bang. Zo, en nou is het uit met die grapjes, mannetje. Verzet tegen het openbaar gezag. Dat zal je duur te staan komen. Jij gaat ook mee. Je bent mijn arrestant. Zo. Oh, tantetje, die woesteling is hier binnengedrongen en bedreigt ons. Ja, ja, ja. Hier wordt het gezag door de modder gesleurd. Hier wordt... Hier wordt niets, meneer de veldwachter. Hier wordt gedaan wat ik beveel. Vart, die sabel weg. Mevrouw de baroness, deze kordeier, deze fietsmeres, wilde u arresteren en noemde mij een aangeklede aap. Mij arresteren? Zal ogenblikkelijk mijn zwager de burgemeester van dit schandaal verwittigen. Houd die kerel in bedwang, Jacobus. Ja, nee. Zo gaat het de goede kant uit, vrouwen. De goede kant uit? Ja. Oh, wacht eens even. Jij bedoelt dat je jou weer wat beter voelt. Arme stompen. Als nieuwgeboren, vrouwen. Mevrouw de barones, vergeef hem alstublieft. Ik beken het. Ik ben veel te ver gegaan, maar ik... ik was ook door het dolle heen... Mevrouw, ik... Alsjeblieft. Niet de burgemeester waarschuwen. Ik ben alleen maar bezig met het uitoefenen van mijn plicht. Au! Maar hij, au! Wou je dus beweren dat het jouw plicht was om mij te arresteren? Ach, nee, mevrouw, dat was een afschuwelijk misverstand. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar hij hier, au! Nou, nog mooier, het was het allereerste wat je zei toen je binnenkwam. Nee! Arresteren, brulde jij. Maar toch niet mevrouw de baronesse vertier. Zo, dat kereltje daar, die zwiebertje, jij. Zo, die arme man daar dus. Maar wat heeft die arme kerel dan gedaan? Gedaan? Zover ik weet, niks. Zo, dus tegenwoordig wordt de eerste, de beste zomaar gearresteerd zonder dat hij iets gedaan heeft. Zeer fraai. Buitengewoon fraai, moet ik zeggen. De eerste, de beste. Moeder, dat is hij ook niet, maar ik... Au! Au, kerel! Ja,
Laat hem nu maar los, Jacobus. Maar mevrouw! Loslaten, zeg ik, Jacobus. Hij is nu wel weer wat gekalmeerd. Oh. Zo, vriendje. Voor deze keer zal ik het nog eens door de vingers zien. Ja, mijn edelmoedigheid wint het van mijn verontwaardiging. Ja, Jacobus. Laat de veldwachter maar uit. Dank u wel, mevrouw. Maar eerst maar in stand, mevrouw. Dit is mijn opdracht. Wat? En mijn opdracht is mijn opdracht. Wat? En ik moet... Begin je nou weer? Zwijg, beambte. Eerst mijn huis binnendringen en dan nog praatjes maken ook. Mevrouw, mijn plicht. Het is mijn plicht. Jacobus, doe jij je plicht. En voer deze verstaande figuur de deur uit. Ja, goed. Goed. Maar jij, jou krijg ik nog, mannetje, hoor. Jij bent een krijgertje spelen. Voorlopig ben jij hem. Aju. Jacobus. Wat? Mijn complimenten, man. Je hebt je heldhaftig gedragen. Dank u, mevrouw. En voor onze bezoeker afscheid neemt... Ja, mevrouw. Vraag Kokkie een eenvoudig, maar stevig maal voor hem klaar te maken. Juist, mevrouw. Een stevige, edoch eenvoudige maaltijd. Precies. Hartelijk dank voor uw bescherming, mevrouw. En ook voor de warme, stevige, eenvoudige hap. Geen dank, Kertje. Ik heb nu eenmaal een zwak voor liefdadigheid. Ja. Ja. Huh? En na het eten nemen wij nog wel afscheid. Na het eten? Ja, ik laat je nu achter in het gezelschap van mijn lieve nicht. Goed, mevrouw. Tot na het eten. Ga zitten, Zwiebertje. Ben je nou tevreden? Oh, ja hoor. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, Saar is een lieve vrouw, maar... Nou, ik moet eerlijk zeggen, u bent bijna net zo lief. Saar? Wie is Saar? Of ben je soms getrouwd? Nee, dat niet, vrouw. Nee. Saar is de huishoudster van de burgemeester. Dat is mijn beste vriendin. Al jaren en jaren. Nou, ik logeer hier pas voor het eerst. Ja. Ja, de burgemeester ken ik wel. Die is hier al eens een keer op bezoek geweest. Hij is de zwager van mijn tante, zie je. Maar Saar, nee, die ken ik niet. Ik wil haar erg graag eens ontmoeten. Zijn vrouw uit duizenden. Oh ja? Ja. Die tante van u, die barones. Ja. Ook zonder? Zonder wat? Ik bedoel, niet getrouwd, zonder man. Nee. Ze is wel getrouwd. Oh, wel getrouwd. Ja, maar mijn oom, ja. Ja, de broer van de burgemeester, zie je. Ja. Hij is gezant. Verzand? Gezant bij de ambassade. Hij woont bijna altijd in Frankrijk. En tante logeert hier dan vaak. Oh. Ja, niet zo leuk voor uw tante, hè? Niet zo gezellig. Ach, ze komt hier voor de rust. Oh, nou, dan heeft ze vandaag wel een vreselijk tegenvallertje. Nou, maar ze houdt ook wel eens van een afwisseling hoor. Van dat noemt de adel een afwisselingetje. Nou, ik hou meer van andere afwisselingetjes. Oh ja? Ja, net zoals de net heb ik u net eventjes laten zien. Doe ik het nou nog een keer? Laten zien, Swieda, wat dan? En dan gaan we weer. 1, 2, 3, joe. Ben in de nast! Van de trapleuning glijden, ja. Bedoel je? Nee, Zwiebertje, dat zou niets voor mijn tante zijn. Nee? Grapjas. Nou ja. Meneer Zwieber, huh? Uw stevige maaltijd staat. Gereed. Smakelijk, Zwieber. Ik dank u zeer, vrouw. Op naar de warme hap. Dat is Zwiebertje. Oh, ben jij het maar? Maar? Ja, je posaartje. Ik ben het maar. Verregend en vernederd. Oh, ik dacht dat het Zwiebertje... kom binnen. Veeg eerst je voeten. Ja, je posaartje. Is er wat gebeurd? Meld het op mijn huid, ben ik je posaartje. Is er wat gebeurd? Ja. Alleen maar doffe ellende, je verzetje. Dat niks met Zwiebertje gebeurd? Met Zwiebertje. Altijd maar Zwiebertje. U en meneer hebben het altijd maar over Zwiebertje, je verzetje. Nee, er is met mij iets gebeurd. Oh, ben je gevallen? Nee. Of heb je bezeerd? Niet gevallen en niet bezeerd. Iets veel ergers, je verzetje. Dus is toch iets gebeurd? Iets. Noemt u dat iets, je verzetje? En? Zwieber gevonden? Oh, meneer, de veldwachter is helemaal in de war. Er is iets gebeurd, zegt hij. Zo. Vertel op, man. Nou, meneer, toen ik vanmorgen een opdracht van u de deur uitging, toen heb ik die zwerver gevonden. Zwiebertje. Saartje.
Ja, zwiebertje, juffer Saartje. Nou, ik nodigde hem beleefd uit om met me mee te gaan, maar hij begon al direct te voeteren. Ja, meneer, en ze schelden en beledigden het hele gezag. En toen daagde hij me uit op een tweegevecht. Ja, op de sabel, meneer. Op de sabel? Ja. Maar Zwiebertje heeft toch helemaal geen sabelveldwachter? Nee, hij heeft geen sabel, maar wel een paraplu, meneer. Nou, en die prikte die gemeen in mijn buik. Ja, ik dacht, kom. Nou, meneer, na een hevig tweegevecht, hè, sloeg ik die paraplu uit zijn handen. Afschuwelijk. En toen? En toen? Deed mijn plichtje voor, Zartje. Ik heb hem natuurlijk op staande voet gearresteerd. Je hebt hem toch niet in de gevangen gestopt, hoor. Zeg niet dat je dat gedaan hebt, veldwachter. Nee, dat heb ik natuurlijk niet gedaan, je voorzichtje. Nee, maar er gebeurde heel iets anders. Opeens verscheen er een jonge dame op het toneel en die gelastte me om Zwiebertje ogenblikkelijk los te laten. Een jonge dame, maar jij bent toch niet bang voor jonge dames, veldwachter? Nee, natuurlijk niet, meneer, nog voor geen 100 jonge dames. Maar deze jonge dame beweerde dat zij het nichtje was van mevrouw de barones van het kasteel. Oh, ja, dat moet die Coline geweest zijn. Dat klopt, die doseert inderdaad een paar dagen bij mijn schoonzuster. Ja, ja meneer, nou ja, wat moest ik doen? Ik moest Zwiebertje dus wel vrijlaten. Ja, maar ik dacht, opdracht is opdracht. En toen gingen ze weg, toen ben ik ze achterna gegaan, meneer. En inderdaad, ze gingen het kasteel binnen. Nou ja, eerst was ik besluiteloos en na een poosje heb ik u aangebeld, meneer. En ja hoor, daar zat meneer Zwiebertje in de hal, meneer. Ja, zo. Ja. Maar zodra hij me zag, liet hij zich flauw vallen in de armen van de freule. En zo'n ingebeelde aap van een huisknecht, die probeerde mij de deur uit te werken. Ja. En nou zit je hier. Ja, meneer, nou zit ik hier. Maar ik dacht, ja, aan mijn opdracht natuurlijk, meneer. Maar dan kwam ineens de barones tevoorschijn. Ja, en die zei hele beledigende dingen over het gezag, meneer. Nou, verschrikkelijk gewoon. En toen liet ze me door die aap van een huisknecht de deur uitgooien. Wat ontzettend. Nou, en wind je nou maar niet op, veldwachter. Ik zal mijn zoonzuster wel eens alles even gaan uitleggen, hè? Oh ja. En Saartje, zet jij een kopje koffie voor onze help? En dan, vlucht naar huis. Trek droge kleren aan en neem vanmiddag maar eens vrij. Dan kom je weer tot rust. Dank u wel, meneer. Dankjewel, veldwachter. Ja. Ik zal een kopje koffie zetten. Graag, juffer Saartje. Neem maar vast een koekje. Dankjewel, juffer Saartje. Meneer heeft gegeten en gedronken. Ja. Meneer kan vertrekken. Vertrekken? Maar ik zou nog wel even afscheid willen nemen van de freule en de barones willen bedanken. Dat knap ik wel voor meneer op. Wij zijn hier niet om zwervers te vertroetelen. Maar luister, ik wil graag even... Meneer heeft niets te willen. Meneer moet alleen maar gehoorzamen. Maar als ik nou... Meneer heeft zijn natje en zijn droogje gehad. Meneer moet ophoepelen. Ja, eerst mijn pluutje. Alsjeblieft, als je dat vond, dan heeft een paraplu wil doen. Je hebt er mooi uitgewerkt, Jacobus. En met groot genoegen, Bella. Ik was al bang dat mevrouw de barones hem nog een beetje langer zou willen houden. Nou, die maaltijd zal die schuismachine er ook wel niet bekomen. Keiharde bootjes. Ja. En die aardappeltjes waren maar half gaar. Trouwens, heb je een stukje spek gezien? Die leken wel steenkolenblokjes. Nou, ik vind het Kokkie het goed gedaan heeft. Ja, nou, vooruit, Bella. Hup, naar de keuken, Kokkie helpen. Het is een vreemd kereltje, maar hij doet geen vlieg kwaad. Maar wel een beetje vreemd, manneke Robert. Ja, Zwieper is toch helemaal anders dan andere, Henriette. Ja, en ook niet erg beleefd, Robert. Niet beleefd? Hoezo? Nou, die man is zomaar weggegaan zonder mij te bedanken. Oh. Je weet, ik hou van liefdadigheid. Maar een vriendelijk dankwoord stel ik wel op prijs. Hm. Om zo te zeggen, dankbaarheid is de geur van de liefdadigheid, Robert. Hm, ja, dat is anders niets voor hem, Henriette. Hij is altijd even voorkomend. Nou, bij mij anders niet. Jacobus vertelde me nog dat hij hem nog gezegd heeft of hij niet eerst zijn dank moest uitspreken. Hm. En weet je wat die kerel zei? Nee, wat zei je, Henriette? Dat we allemaal de lucht in konden vliegen. Nou, dat is niet vreselijk onbeschaamd, Robert. Dat begrijp ik nou echt niet. Dat is niets voor Zwieber. Nou, toch is het zo. Ik snap er niks van. Maar ja, zodra ik Zwieber zie, zal ik eens met hem over spreken. Oh, Henriette, als jij in de toekomst eens een karweitje voor hem hebt. Een karweitje? Voor hem? Nou, dan moet ik eerst dan eens ernstig over nadenken. Dan moet hij zich wel beter gedragen. Goed dan. Tot ziens, Henriette. Ja, tot ziens, Robert.
En ik zei, je zit er wat te giechelen van de lach. Maar niet sukken. Niet sukken. Ja, maar wat nou sukken? Als je ook niet naar me luistert, sukken kanjers. Ja, maar wat nou voor kanjers? Voor fase. Fase? Ja, gewoon, je weet wel wat fasen zijn. Maar ze zijn zulke grote fasen. Je kan er een boom in planten. Ja, dat is nou typisch adel, hè. Ja, ja, die doen alles in het groot, hè. Daar vergis je je lelijk in, hoor. Oh ja? Niet alle mensen doen ook nog iets in het klein. Hoezo? Wat bedoel je met hoezo? Ja, ja, wat bedoel je? Ze doen eens iets in... Je kent de barones. Ja. Die drinkt koffie, drinkt thee. Ja. In zulke kopjes. Eén keer niezen, leeg. Ja, maar dat is nou typisch de zuinigheid van de adel, hè. Ja, dat zeg jij. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel lekker gegeten. Piet, praat niet over het eten. Praat me er niet van. Nee. Wat die adel eten, ik weet het. Die halfgare aardappelen, keiharde bonen, blokjes spekken die te verteren zijn, een steenkool uit je maag liggen. Daar weten ze niks van, neester. Maar één die koken kan, dus je versaartje. Ja, ja. Nou, ik zal je wat vertellen, het is een apart ras, de adel. Ja, mensen zijn heel anders, hoe moet ik het zeggen? Gebouwd. Maar je kletst. Nee. Ik klets? Ja. Allemaal niet. Ik kan je vertellen, ik heb de adel van dichtbij leren kennen. Oh, ja? Nou, als ik jou zo hoor, ben je gewoon tegen de adel. Ja, helemaal niet. Ik ben niks tegen de adel. Ik heb nog in de armen gelegen van de adel. Dan maak mij dat wijs. Daar geloof ik niks van. Geloof je dit? Nee. Zet je laten zien? Wat? Heb je dan een fotoportret laten maken? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar de bronzen kwam naar het kasteel. Ja. En zo gauw dat hij binnenkwam... liet ik me flauw vallen. Ik deed tenminste net of ik een flauwte kreeg. En dat deed ik zo. Oh, wacht even. Alsjeblieft, en toen lag ik in de... Lig stil met je buik. Toen lag ik in de armen van de adel. In de armen van de freule. En de barones, die heeft ook een zwak. Die heeft ook een zwak. Ja, ik versta je. Versta je me? Oh. Die heeft ook een zwak. Die doet een liefdadigheid. Nou, dit is mooi, hoor. Ja. Het was maar jouw dagje wel, hoor. Oh, wat heet een dagje wel? Een regendagje wel? Ja. Maar ik hou je niet langer op. Ik smeer hem. Ja, naar je versaartje. Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik mocht Brom weer eens tegen hem onderweg. Nee. Of hij zou me zwart maken bij je versaartje. Nee, ik ga naar mijn hooibergje. Ja. Ja. Je wil het niet geloven, maar die bonen liggen me zwaar op mijn maag. Verschrikkelijk. Ga naar mijn ik ga er vandoor. Ja. Aju. Ja, aju. Precies, gauw weer, hè. Hé, het is helemaal droog geworden, je nou, bof. Allemaal, ja. Ja. Nou, dan kijk er precies, hoor. Ja. Hey, wacht even, je paraplu. Oh, mijn paraplu. Je zondagse. Ja, mijn beste. Mijn gelukspoppetje. Ja. De Piet, aan je paraplu. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, kindertjes. Dag, kindertjes. Dag, kindertjes. Tot weer.